we kunnen tegenwoordig geen voetballer meer spreken. Of we kijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Maar na een 4-0 overwinning op een subtopper, dan kun je de platte kar nog wel vast klaarzetten. Nee, natuurlijk niet. Kijk, nou, we hebben 4 doelstellingen en vandaag was de eerste doelstelling. Dus die hebben we gehaald. Dus we hebben nog 75% te behalen voordat we zijn waar we willen zijn. Maar wat zijn de 4 doelstellingen? Dat hebben wij intern besproken met de jongens. Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Nou, moeilijk. Maar het is altijd het is moeilijk voetballen tegen Serenbroek. Het is gewoon een gegroepeerde elftal. Werkt hard. Maar kan ook wel aardig voetballen. En dat heb je bij Tijd en Weil ook wel gezien. Dus het kost gewoon de nodige moeite om daar zelf ook een hele goede wedstrijd tegen te spelen. En dan moet ik zeggen dat de 2-0 die viel gewoon op een perfect moment. Hè? Net na rust. Je weet dat je met een 1-0 voorsprong, als je de rust in gaat, dat hun gaan komen. Ze hebben niks te verliezen ook. Ze spelen tegen de koploper. Dus of het dan 6-0 wordt of 1-0, ja, dat heeft bij hun natuurlijk wel een verschil. Dus wat ik zeg, de 2-0 viel op een juist moment. En ik denk daarna dat we de wedstrijd gewoon goed hebben uitgespeeld. En dat we ook eigenlijk zo goed als niks hebben weggegeven, zelfs met 10 man niet. Bij een 3-0 voorsprong een speler die een rode kaart pakt, daar was je niet blij mee. Het is niet slim, nee, klopt. Het is wel gebeurd, ook dat klopt. En je mist hem nou volgende week. Maar goed, we hebben weer een week de tijd om erover na te denken en erop te trainen, zodat er gewoon weer een goed elftal staat volgende week. En bovendien heb je een makkie volgende week. Ja, makkies bestaan niet, hè, zeggen ze dan. Nou heb ik alleen niet helemaal verstaan wat nou die tweede, derde en de vierde doelstelling was. Nee, dat krijg je van mij ook niet te horen.